Luda staat hier tussen en ze kan hier niet meer uit. Eerste KFC! Oké, mensen, we waren dus aan het zwemmen. En Marco en ik hebben echt iets spannend gedaan. I'm gonna show you loco, maniac, sick kid, psychopath. Yeah, I'm gonna show you, I'm gonna show you. Hallo iedereen, ik ben Stien en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben nu mijn valies aan het maken, want morgen vertrek ik naar Valencia samen met Luna, Moot, Marco en Steffi. En ik heb er echt super veel zin in. We gaan voor 5 dagen. En het leek me leuk als ik die vakantie een beetje vlog voor jullie. Straks komt Steffi ook bij mij slapen en dan vertrekken we morgen dus naar de luchthaven. Als jij ook zoveel zin hebt in deze video, vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal. Tada! Hey! Steffi is hier nu. En ook nog Raf. Super veel zin in. Ja, echt keiveel zin. Ik zie jullie morgen terug. Bye. Doei. We gaan zwemmen. Yay. Don't call me up. I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us. Gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Baby, I'm on the high and you're alone. Going out of your mind. But I'm here up in the club. And I don't wanna talk. So don't call me up. Cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking at me. We gaan bijna vertrekken. En iedereen is hier al. En Moot op de wc. Yay, we hebben onze valise afgezet. Yeah. En Marco had de zwaarste. Ja. Ja. Oké, we zijn met de douane gepasseerd en Luna is gefouilleerd geweest, typisch. Dus ik moest mijn riem uitdoen. Ja, Marco moest zijn riem uitdoen en zijn deo werd weggesmeten. Ja. Och, garm. Ja, echt erg, hè. Het is altijd hetzelfde, hè. Luna, je bent gewoon een stout kindje, hè. Oh, waar, hè? Steffi achterlaten. Jij bent hier wel het kindje, hè. Ik ben hier nu de volwassene, dus jij moet luisteren naar mij. Peace. Ik kocht gewoon water. Oh, kom. Het is oké. Okay. Oh. Ik zal heel de vakantie opletten dat je niet achter wordt gelaten. Yay. Want Luna kennende. Marco, wilt je niks kopen? Ja. Ik wist het, ik wist het. Oké, okay, en een deo. En een deo. Dat is hier een party in de luchthaven met een DJ. Hey! Jee, we gaan nu naar het vliegtuig. We zijn geland, by the way. Yeah. Luna staat hier tussen en ze kan hier niet meer uit. Dus je moet. We gaan nu een taxi nemen. Dan en dan gaan we naar het appartement. Dan nemen we gaan zelf pizza's maken. Gaan we dat doen? Nee. Jawel. Pizza. Oké, okay, mapje, ik zal wel helpen. We gaan in de appartement. Ja. Het is echt wel nice. Ja. Gezellig. Kijk. We zullen even een roomtour geven. Dit is de sleutel. Jee, hier kunnen we chillen en tv kijken. Hier is de keuken. Hier maken we ons eten. Waarschijnlijk gaan we niet veel eten maken. Badkamer. Heel mooi. Dus hier slaapt Marco. Hier slapen Luna en Moot. En Steffi en ik slapen. Hey, dit is onze kamer. Ja, dit is echt een klein bed. Dat pak ik helemaal in. Allee. Maar echt. Goedemorgen allemaal, we zijn vandaag de volgende dag en we gaan nu ontbijten. En we zijn alles aan het klaarzetten. Hey. Goed bezig. We zijn nu aan het fietsen naar het strand. En we zijn zo door een park gegaan, dat is echt super mooi. En daar is een kei mooi gebouw. Het is echt super warm, dus we hebben echt wel zin om te zwemmen in de zee. We zijn nu op het strand. En daar is het zee. Now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby. All the bad things disappear. Oké, mensen, we waren dus aan het zwemmen en Marco en ik hebben echt die dom, ik weet niet dom, iets spannend gedaan. Ja.
We zijn helemaal tot aan de gele boei gezommen en dat is echt super ver. Dat is het verste dat je mocht. Ik was keiveel bang. Marco had super veel bang. Hij was zo, gaan we terug. Jij was er ook wel toen op einde, hè? Ja, ik was ook wel bang. Okay. Maar dat was gewoon, ik kon daar niet staan. Keiveel golven. Ik ging helemaal onder. En dan onder. Nog eens super erg. Tien is haar ketting. Ja, in die golven ben ik mijn ketting kwijt. Die ligt gewoon ergens in de zee. Echt dom. Maar het was wel echt eng, want we voelden zo niks wat er onder ons was. Ja, en Marco was de hele tijd, ha, ik voel iets, ha. Ja, dus die was zo, ik voel een kwal, En ik ben ook echt super moe daardoor. Ik ook. We zijn echt 3 kwartier weg geweest. We hebben echt gezommen voor ons leven om terug te gaan, maar echt zieke kruildingen en zo. Ik weet niet hoe allemaal. En Steffi is daar ook aan het slapen. Ja, Steffi ligt al een goeie kutje gedaan. Ja, Steffi ligt daar echt al uren. Nee, moeten we niet eens niet wakker maken. Steffi. Oh, Marco. Moet je water op ergens? Dat druppelde van zijn haar. We zijn dus nu op de dijk aan het stappen en ik heb net een ketting gekocht. Want ja, ik was mijn ketting kwijt, dus ik heb nu een nieuwe. En we gaan nu echt iets kei cool doen. Ja. We gaan een henna tattoo zetten. Ik heb dat nog nooit gedaan, hè? Ik wel, op mijn hand. Is dat cool? Ja, dat is cool. Raar. Ja, dat is wel een beetje raar, maar dat is wel cool. En we gaan dus allemaal hetzelfde zetten, dus 5 hartjes. En elk hartje staat voor een persoon. En iedereen gaat zo'n ander hartje ingekleurd hebben. Ja, dat is wel. Goedemorgen allemaal, we zijn vandaag de volgende dag, woensdag. En Marco ligt hier nog altijd te slapen. Marco is ook naar de bakkerij gegaan. Ja. Hij is speciaal voor opgestaan. Goed zo, Marco. En we zijn ons nu aan het klaarmaken om naar de stad te gaan. Gisteravond hebben we niet zoveel gedaan. Gewoon naar het appartement teruggekomen, nog iets gaan drinken en dan zijn we gewoon naar hier gekomen. Maar vandaag is een nieuwe dag. Hey iedereen, doe met mijn gsm, zoals je waarschijnlijk wel zien. Neem gewoon mijn gsm mee naar het strand. En we gaan nu fietsen. Hey. En we gaan ook een tussenstop maken voor foto's. En een TikTok maken of TikToks. Oké, we zijn dus nu net buiten. Het is echt stikend heet. We zijn 2 seconden buiten en ik begin nu al te zweten. Ik heb het water nodig. Ik ook. Maar we zijn dus nu onderweg naar onze fietsen. Want we hebben die echt met 1000 sloten vastgemaakt. Dus als dat nu gepikt wordt, dat kan gewoon niet. Dat kan echt niet. Kan we hebben elk 2 sleutels. Ja, we hebben aan elke fiets hangt minstens 2 of 3 sloten. Dan nog eens met 5 aan elkaar en zo. Ja. Yay, ze zijn er nog. De fietsen zijn er nog, ze zijn niet gestolen. Maar ja. Yay, we gaan hier foto's nemen, het is kei mooi. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Boottocht aan het boeken voor morgen. Dan gaan we varen. We zijn aangekomen aan het strand en het is echt super warm, dus we gaan direct naar de zee. Een beetje zwemmen, dan gaan we ons schoen insmeren en dan lekker bruinen. Sowieso verbranden. Let's go! Hey yo, sunburn check! Sunrise, sunburn, sunset repeat. We zijn dus nu terug van het strand en we hebben een paar dingen gekocht. We hebben een paar leuke winkeltjes gedaan hier. Ja, en we hebben hier super goede koopjes gedaan. Want we hebben een zwarte schelpenketting. Mm-hmm. En ook voor ons armbandje. Een enkelbandje ook. En nog wat armbandjes. En we gaan nu eten. Echt super mooie bandjes. Steffi heeft er ook gekocht. Zeg Luna. Ik zei wel een mopje, hè? Ja, ik heb er ook zo gekocht. En Marco en ik zijn verbrand. Ja. Maar we gaan nu eten, want we hebben echt super veel honger. Smakelijk! Hallo iedereen, goedemorgen. We zijn vandaag donderdag, denk ik. En we zijn ons nu aan het klaarmaken om naar de poort te gaan. Dus ik heb er keiveel zin in. Alleen ben ik al een beetje verbrand. Iedereen, let's go! Hey iedereen, we zitten nu in een taxi. Want mijn band was plat van mijn fiets. Ja. Dus ja,
taxi en mooi te doen en dan wel met de fiets naar daar. Het is wel goed, het is echt heel veel eieren. Eerst de KFC! We gaan daar naartoe. Ik ga nu niet, hè, maar... Straks. Ja, ik wil echt naartoe. Nice. Maar we gaan dus nu naar de boot. We zijn er en we gaan nu op de boot en hij staat daar. Het is echt kei cool. Deze. Jee, we zijn op de boot en we hebben zo'n net waarop we kunnen liggen. En dan gaan we bijna vertrekken. Here we go, here we go again. We zijn gestopt en we mogen nu zwemmen. Dus we gaan uit de boot springen. Luna gaat springen. Een zieke salto. Zo enkel dat koekje van die Oreo en speculoos. Steffi, haar ijsje is er ook. Nee. Van mij is bijna op. Hey iedereen, we zijn nu allemaal gedoucht en we gaan nu gaan eten in het Hartel Café. We zijn nu de volgende dag en we liggen aan het strand. Maar we hebben dus nog niet echt veel gedaan. We zijn gewoon aan het strand en ik heb wel geslapen op het strand. En we zijn nu gewoon aan het zwemmen. Het is ook vandaag de laatste dag, echt super jammer. Morgen moeten we al helaas naar huis. Hey iedereen, we zijn hier terug in het appartement. Allemaal ons aan het klaarmaken, want we gaan nu avondeten gaan eten. En dan onze valiezen pakken, want morgen vertrekken we. We moeten echt keivig op. Dus ja, we hebben allemaal keivig honger. Dus we gaan nu eten. We moeten nu een taxi nog huren. Voor morgen? Voor morgen naar de luchthaven te gaan, het is al super laat. Let's go! We zijn onderweg. Voor iets lekkers te gaan eten. Ik heb echt honger. We hebben echt heel honger. Het is nu 9:50 eigenlijk al. We moeten nu pas gaan avondeten. Ja, we sterven echt. Dus ja, dit is onze laatste avond al. Het gaat zo snel. Ja, dat ging echt te snel, hè. Volgende keer moeten we een week gaan. Ja, dat vind ik. Ja, echt superleuk. Dus we gaan nu nog genieten van de laatste avond. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen terug. Hallo iedereen, we zijn vandaag zaterdag. En dat betekent dat we naar huis gaan. Dus we zijn nu in de luchthaven aan het ontbijten. Maar we zijn allemaal echt super moe, nou, maar 2 uur hebben geslapen. Ik denk anderhalf. Ja, of anderhalf. Maar we gaan dus nu nog verder ontbijten dan op het vliegtuig en naar huis. We zijn nu aan het stappen naar het vliegtuig. En dan gaan we naar België. En we hebben allemaal onze valiezen. En nu gaan we naar huis. Hallo iedereen, ik ben inmiddels thuis. En ik ben echt super moe, dus ik ga bijna gaan slapen. Maar hierbij ga ik de video afsluiten. Ik vond het echt super leuk. Ik ga dit nooit vergeten. En hopelijk vonden jullie deze video ook leuk. Als dat zo was, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Bye! Maar je kijkt ons doen.